opbrengst van Sta op tegen kanker gaat volledig naar onderzoek. Zo financiert KWF Kankerbestrijding Dream Teams. In deze Dream Teams zitten de knapste onderzoekers ter wereld om ervoor te zorgen dat patiënten sneller en beter behandeld kunnen worden. En ik ben hier om professor Gerrit Meijer te ontmoeten. Hij staat aan het hoofd van zo'n Dream Team. Gerrit, wat goed je te ontmoeten. Goed je weer te zien. Hoe gaat het? Heel goed. Hoe is dat nou voor jou om met levensreddend werk bezig te zijn? Ja, dat is eigenlijk waarvoor je dokter bent geworden uiteindelijk. En dat kun je op een heleboel verschillende manieren doen. Want mensen denken dan vaak aan medicijnen of aan operaties. Maar in feite begint dat allemaal met een goede diagnose stellen. Ik ben patholoog, dus ik zie wat dat oplevert. En ik weet wat we nog meer zouden kunnen bereiken. Dus dat is een enorme motivatie om dit soort dingen door te gaan. Dikke darmkanker is een heel serieus probleem. Er sterven nu in Nederland ieder jaar 5000 mensen aan darmkanker. En wereldwijd zijn het... 5000 in Nederland? In Nederland. Ja. En wereldwijd zijn het er meer dan 500.000. Zo. En we denken dat we daar heel goed wat aan kunnen doen. Maar daar moet nog wat werk verzet worden. En dat is wat we met het Dream Team gaan doen. Ik vind het zo bijzonder wat jullie doen. Met een Dream Team. Jij als leider, aan het hoofd van dit team. Allemaal internationale wetenschappers. Toch proberen om kanker onder de knie te krijgen. Ja, zoals je weet hebben we in Nederland sinds kort een bevolkingsonderzoek op darmkanker. Ja. Nou, zo zijn wij bezig om een betere test te ontwikkelen. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. En, wat vind je? Nou, staat je goed. Waar doen ze hier nou specifiek onderzoek naar? Nou, het ontwikkelen en uittesten van de nieuwe darmkankerscreeningstest. Ja. We gebruiken onder andere DNA-markers. Net zoals de politie DNA-sporen gebruikt om boeven te vangen. Precies, gebruiken wij DNA-sporen om tumoren te vangen. Ja. Nou, dat werk, dat gebeurt hier in het lab. Dit is de plek waar we onze poepmonsters hebben opgeslagen. Hier staan allemaal vriezers, heel koud, min 80 graden. Die hebben we nodig omdat als we zo'n nieuwe test betrouwbaar willen maken, moeten we hem uittesten op hele grote series patiëntenmateriaal. Die test, die is dus heel erg belangrijk. Ja, daar gaat het om. Het is ook absoluut teamwork. We hebben allemaal experts op een eigen gebied. Mm-hmm. En bijzonder is inderdaad dat die samen aan één doel werken. Namelijk om zo'n nieuwe test te krijgen waarmee we kanker nog vaker, nog vroeger kunnen opsporen. Ik ben heel excited about this project. It's a fantastic team that we're working with on your end. On the Dutch side, and we've got a great team here on our side, and we hope over the next several years really to make a dramatic impact in this disease. Ik hoop echt dat die test er gauw gaat komen, dat die goed gaat werken, zodat we dat percentage en naar beneden kunnen krijgen en heel veel levens kunnen redden. Doen we allemaal ons best voor. Dankjewel.